Kunstenaar Danny de Vos is sinds een tiental jaren bezig met moordzaken. In een reeks installaties, objecten en plastische kunstwerken gebruikte hij een aantal uitzonderlijke moordenaars als vertrekpunt. De burger van de linkeroever, Herman Flogiot, Mark de Kezel, John Wayne Gacy en Joachim Kroll. Met een aantal van hen voerde hij zelf een belangrijke correspondentie. In 1994 begon hij aan een inventaris van alle moorden die sinds 1959, zijn geboortejaar, in België gepleegd zijn. De installatie Daders van Dodingen is van deze zoektocht het eerste resultaat. Kunnen we van een daad van doding begrijpen? Is het mogelijk voor het onverklaarbare een verklaring te vinden? Is het mogelijk om voorbij de emoties, voorbij elk moreel standpunt, voorbij begrippen als goed en kwaad, een beeld te krijgen van wat er zich specifiek afspeelt achter zulke daad? En welk beeld krijgen we dan? Is het mogelijk om van alle gevallen een overzicht te krijgen? Is het mogelijk een encyclopedie op te stellen? Een encyclopedie van waaruit we dan tot duidelijke inzichten zouden kunnen komen? Een soort totaalbeeld van de misdaad als het ware. Is het mogelijk om enkel dat te zien? Enkel te zien wat er gebeurd is? En wat ziet men dan? Voor het maken van zijn inventaris inspireerde Danny de Vos zich gedeeltelijk op het werk van gewezen gerechtspsychiater Jean-Pierre de Waele. Tussen 1963 en 1991 leidde professor de Waele het voormalig penitentiair oriëntatiecentrum. Omringd door een staf van psychiaters, sociologen, criminologen, juristen en bewaarders, voerde hij een diepgaand en origineel onderzoek omtrent moordenaars. Het resultaat, gebundeld in het tweedelig werk Daders van Dodingen, is in ons land het eerste en uniek wetenschappelijk werk dat een vergelijkende analyse voorstelt om de complexe processen die tot doding leiden te leren begrijpen. Ja, maar een moord is meestal onder verschillende vormen, en zeer verschillende vormen, het eindpunt van een bepaalde conflictsituatie die niet meer houdbaar is. Maar dat kan zeer lang duren. Die conflictsituatie hoeft ook niet uniek te zijn. Er kunnen er meer dan één zijn.
En er is daar inderdaad een ontwikkeling in. Het is daarom dat het zo oppervlakkig is te denken dat men alleen maar moet gaan kijken die een dag in die omstandigheden. Hij kwam binnen, zij zei dit en hij zei dat en ze maakte een ruzie en hij pakte de frittenpot en hij sloeg ermee op haar hoofd en ze was dood. Zo gebeurt dat niet. Hè? Al die moorden hebben op een of andere manier een veel langere geschiedenis. En het essentiële in de geschiedenis in een moord is de criminogenese. Het essentiële is van de doding en hetgeen er nadien plaatsvindt, het is niet altijd gedaan met de doding, is van dat terug te plaatsen in een ontwikkeling die op haar beurt een subdeel vormt van de levensloop en van de levensontwikkeling. En het is dan dat men begint te begrijpen wat een doding is. Het is wanneer men die in die en dat kader kan terugplaatsen. Absoluut niet terug. En het is dat natuurlijk dat de criminologie en de forensische psychiatrie zo moeilijk maakt, is dat men op elk ogenblik in de loop van de geschiedenis hebben de mensen die objectief waren gezien dat ze, en zeg ik, we zijn ze daar niet in gelukt, dat het grote probleem is van zich te distancieren van de couranten, van de gebruikelijke uitdrukkingen, van het vocabularium dat gebruikt wordt, omdat, ja, dat is zoals de Duitsers zeggen, dat is in façon de parler, hè. Maar buiten manieren van spreken zijn dat niet. En heel de moeilijkheid bij het onderzoek is nu juist van zich te bevrijden van al die stereotypen, vooral van degenen die op een bepaald ogenblik van de mode zijn, om dan toch te zeggen, wat is daar nu gebeurd? Dat betreft heel het leven van iemand. Heel het leven plus natuurlijk de sociale achtergrond. Want een van de postulaten die in de toepassing van het strafrecht zitten en die volgens mij veel dingen vervalsen letterlijk, is dat isoleren van de plichtigen. De dader. De dader is een atoom in een sociale omgeving waar hoogstens het slachtoffer een beetje figuur krijgt en het slachtoffer wordt intussen tijd eilig verklaard. Hè. Dat is ook zo en een ander is slecht. Hè. Alhoewel niet altijd zeker was, 5 minuten voor het einde van het drama, wie slachtoffer en wie dader zou zijn. En de context is er niet.
Hij heeft een vader gehad en heeft een moeder gehad, maar enfin, dat is het verleden. Hij had een echtgenote, ja, maar dat is iets anders. En men isoleert volledig de persoon. Dat is de beste manier om er niks van te verstaan. Want wat de basis is, is het geheel van de interacties met mensen. De baas op het werk, ik weet niet, een kruidenier bij wie men de boodschappen doet en bij wie men blijft. Babbelen, een individu is een stel van interacties. En het zijn die interacties die men moet kennen, en het vraagt nog altijd om te meten, met wie had nu iemand voldoende interacties? En het is dat men eerst en vooral moet naar voren halen. Dat is het schema van het onderzoek. Dus diachroon, de dingen die achter elkaar gebeuren. Synchroon, de dingen die tegelijkertijd gebeuren. En wat was het? Maar nu moet men u nog zeggen, hoe is het delict ontstaan, de geschiedenis? Want ik heb nu dingen uitwendig geclasseerd, maar daarmee heb ik nog niet gezegd hoe het ontstaan is. Ja. Het criminogenetisch proces is het proces dat in de voorafgaand gebruikte categorieën, die de voorafgaande categorieën beschreven hebben, maar waar nu inhoudelijk veel duidelijker gezegd wordt, hoe het tot een doding komt. En nu zult je misschien verwonderd zijn, want we weten waar ik mijn inspiratie gehaald heb om die criminogenetische processen niet uit te vinden, maar om die processen te formuleren. Mijn inspiratiebron is de grote Duitse generaal geweest, von Clausewitz. En von Clausewitz heeft dan dat boek gegeven dat werkelijk fantastisch is, en van Kriegen. En hij zegt daarin, hij gebruikt daarin een zin die zeer treffend is. Hij zegt, der Krieg is die voortzetting der politiek, nur met andere middelen. De oorlog is de voortzetting van de politiek, maar met andere middelen. En dat is natuurlijk... Dat is goed gezien, hè? Dat is een slimme. Hè? Want voordien had men dat nog nooit zo'n verband gezien. En ik was er altijd zeer door getroffen geweest, maar nooit aan moord gedacht. Hè? En ik zat daarover te dubbelen en te doen. En dan ineens viel mij te binnen, maar ik zeg, verdomme, Clausewitz heeft het al gezegd. Hè? Ten slotte, de moord is de voortzetting van een bepaalde politiek, van een bepaalde manier van zich te gedragen, de voortzetting, maar met andere middelen. Men doet hetzelfde, men doet iets en volgt een bepaalde politiek, dus aanhalingstekens politiek, een manier van zich te gedragen, tegenover één of meerdere andere mensen. Op een bepaald ogenblik kan dat niet meer, er komt een reactie tegen, en dan moet men tegen die reactie een nieuwe manier van handelen uitvinden die zogezegd de voortzetting mogelijk maakt. En dat is dan de moord.
Omdat, in Hegeliaanse termen, heb je iemand die een bepaald soort handelingen gewoonlijk uitvoert. Dat ontmoet een antithese, iets dat dat negeert. En dan moet hij zijn handelingswijze, en dat noemt men dan in Hegeliaanse termen de negatie van de negatie, dat is de synthese. Hij moet, om hetzelfde voor te doen dat tegensproken wordt, iets anders uitvinden in een nieuwe vorm. En dat is natuurlijk de moeilijkheid van de vergelijkende methode. Het enkelvoudige geval is te weinig. De statistiek, je weet niet wat dat je doet, want je geeft de dingen een naam, maar wat het is, je kunt het niet weten, je kunt ze niet grondig onderzoeken. Dus wat je moet doen, is de vergelijkende methode, men begint dat nu in te zien als een alternatief voor hetgeen men gewoonlijk deed. Je neemt een reeks gevallen zeer grondig, één voor één. En als je een voldoende aantal hebt, begint je ze met elkaar te vergelijken. En dat is werken, hè? Geval 1 met geval 2, geval 1 met geval 2. Geeft uw oog uw aanstoot, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u met één oog het leven binnen te gaan, dan in het bezit van twee ogen geworpen te worden in het vuur van de hel. Wat schuilt er nu in al die blikken? Blikken die één vraag lijken te stellen. Blikken die ons ondervragen. Wat hebben wij gedaan? Een wilde woede greep Kain aan en zijn gezicht werd grimmig. De Heer zei tot Kain: waarom bent u woedend en waarom staat uw gezicht zo grimmig? Als u het goede doet, is er opgewektheid. Maar doet u het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, klaar om in te grijpen. Zult u hem de baas kunnen blijven? Daarop zei Kain tot zijn broer Abel: laten we gaan wandelen. Buiten viel Kain zijn broer aan en vermoordde hem. De Heer zei tot Kain: waar is uw broer Abel? Hij antwoordde: ik weet het niet. Ben ik dan mijn broeders hoeder? En hij zei: wat hebt u gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond naar mij.